Hoi en leuk om te kijken naar een nieuwe video van Lisa Voorsjes. Vandaag ga ik deze stal uitmesten. En hij is best wel vies zoals jullie zien. En in deze stal zit ook stroomkorrels. Daar vertellen jullie straks nog meer over. En ik ga jullie een paar tips geven en laten zien hoe ik het doe. Ik ga een kleine kruiwagen gebruiken omdat ik alleen maar de poepjes eruit ga halen. En ik ga deze mestvork met 18 pinnetjes ga ik ook nog gebruiken. Nou, ik zet de kruiwagen zo een beetje bij het begin, zodat ik ook er al goed bij kom waar de poep zit. En dan ga ik nu alle poep weghalen. En dat doe ik met deze. Ik ga erin en dan ga ik een beetje zo zeven, zodat ik alleen echt de poep heb en niet de stroopborrel. En natte plekken haal ik er helemaal uit. Er zit een beetje hooi tussen, omdat Tommy niet zo netjes eet. En hier zit ook een natte plek. Meestal weet ik het al. En die haal ik gewoon helemaal weg. Natuurlijk ook eventjes vragen aan iemand anders of die mee wil helpen, want dan is het natuurlijk allemaal veel sneller klaar. Ja. Met de schep halen we nog eventjes de grootste natte plek halen we nog even weg. Wat hier nu een hele grote lege plek is, ga ik dat stroomkorrel van het midden ga ik hier één doen. En ook wat van de zijkanten. En ik doe dan zeg maar het stroopkorrel dat een beetje vies is. Kan wel mooi op de plek die heel vaak vies wordt. Dan kunnen op de andere plekken gewoon schone stroopkorrels liggen. Op een mesthoop gegooid en nu ga ik even wat schone strookkorrels pakken. Nou, dit is strookkorrel zonder dat er nog op gestaan is en zonder dat er nog wat vocht bij is. En het zijn gewoon harde korrels en het lijkt een beetje op biks. En sommige paarden gaan het eerst wel proberen op te eten, maar dat leren ze heel snel af. Want het smaakt niet lekker. En dit gaan we nu in de stal doen. Omdat er nog best wel veel in zat, hoeft er niet meer zo voorbij. Dit hoopje verspreiden we nu even weer met de mes voor. Zet uit als je er wat water bij doet en als het paard erop gaat staan, dan wordt het dus een soort van zand. En nu ga ik er dus wat water over doen, niet te veel. Als je paard er al op staat, dan maalt hij het zo maar een beetje fijn en dan wordt het, dan wordt het heel zacht. En zo komt het er dan een beetje uit te zien. Nou, dit was dan de video. Heb je nog leuke ideeën voor video's? Zet het dan zeker in de reacties. En ja, dit was dan zeg maar de stroopkorrel video. Willen jullie ook zien een zaagsel video en een stroopvideo? Zet het dan ook even in de poll. En tot de volgende keer. Doei!